kunnen we misschien jou even uitgebreid introduceren. Want je bent zoveel. Je bent niet in één woord te vangen als ontwerper, designer, visionair, wat dan ook. Dus laten we even kijken naar een korte compilatie van jou. Op zijn 18e kwam Piet Hein Eek naar Eindhoven voor een opleiding aan de Design Academy. In 1990 studeert hij af met een kast van sloophout. Dat werd een wereldwijd succes. Een uitgebreide lijn volgde, maar Piet Hein wil meer. Hij ontwerpt ook exclusieve lampen, tegels, horloges en andere accessoires. Sinds 2010 zit hij op Strijp R in Eindhoven. Een creatieve broedplek met atelier, winkel, showroom, kunstgalerie, eventruimtes en restaurant. Maar ook hier houdt het niet op. Ja, want er komt meer. Want wat ga jij toevoegen aan, nou ja, bijna gezegd je imperium? Wat komt eraan? Wat is nieuws? Nou, daar zijn we heel druk mee bezig. En daar hebben we van de gemeente gehoord dat het zou kunnen. Of mag. Of, ja, ik heb gebeld, betekent dat dat het echt mag? Het antwoord was ja, maar daar moet nog wel een procedure door. En dat is eigenlijk een hele, ik noem het een tombola, want we hebben bovenop het pand hebben we nu een wonderkamer. Ja. Een hele bijzondere ruimte met allemaal van alles. Hè. Dus ja. Kunst en design en eten en drinken en nou, van alles. Dat gaat één naar beneden en daar zit de galerie. En die gaat naar het stationnetje wat tegenover het restaurant staat. Dus maar daar, waarom gaat die wonderkamer daar weg? Ja, dan heb je dus ruimte over. Ja, en wat wil je daar dan weer doen? Van, ja, nou, ik heb ruimte over en daar kan ik mooi een hotelletje maken. Een heel klein hotel bovenop. Ja, en dat wordt eigenlijk natuurlijk gewoon een soort showcase van alles waar wij het meest plezier in hebben. Want alles wat je doet en wat dichtbij je zit, dat is natuurlijk inrichting en een hotelkamer inrichten. En daar zorgen dat mensen zich helemaal goed voelen. Dat is best wel leuk om te doen. Dus en voor jou is misschien wel lekker, ja, een speeltje. Of misschien als je thuis een keer zat bent met drie kinderen en een vrouw, dat je denkt, joh, ik blijf even lekker een keer op het werk slapen, even mijn hotelletje testen. Ja, we zijn ook al een kleinste huisje aan het maken, dus dat was daarvoor. Dat zit op de hoek waar de oude transformatoren van het Philips, van het gebouw, hè, er zaten een soort rolluiken met hele dikke stroomblokken. Mm-hmm. Nou, die zijn eruit en daar zijn we het kleinste huisje van Eindhoven aan het maken. Dat noem ik zo omdat het in een paar hokken zit. Wat leuk. Een soort caravan. Ja, maar het houdt niet op bij jou, hè? Want ik heb hier ook even wat foto's. Hè? Je hebt hier dan, dit is het perron wat bij jullie op het terrein staat. Dat wordt dus de galerie. Dit wordt de galerie, want dit is eigenlijk dan een openluchtmuseumpje. Dit was al zo schattig altijd, toch? Ja, maar het leuke van kunst is heel vaak achter muren. Hè? Dus een museum, dan moet je naar binnen, dan ga je door de dunne binnen, dan kan je eens een keer kunst gaan kijken. Maar dit zit in het park. Op R hebben ze een groenpark, noemen ze dat, gemaakt. En dan zou je iedereen kunnen wandelen en rondlopen. En nou, als je daar langs loopt s'avonds, dan floepen de lampjes aan. Als je er en dan kan je kunst kijken. Dus het wordt eigenlijk een openluchtmuseumpje. Lang en smal. En in feite is dat de leukste manier om kunst te laten zien. Wat voor kunst komt erin? Onze eigen kunst. Jullie eigen spullen. Dus niet mijn spullen, maar we hebben allemaal kunstenaars. We hebben nu bijvoorbeeld een Mexicaanse kunstenaar. Daar gaat zondag eigen open. Collectie. En die heeft een maand gewerkt. Die heeft echt... gewoon kunstenaars die een eigen collectie hebben. Het zijn eigenlijk exposities zoals in een museum. Ja. Alleen dan nu in een park en altijd zichtbaar. En dan heb je ook een voordeel, want je kan het zien zonder dat je personeel nodig hebt. Ja. Dus het businessmodel. Maar ook een nadeel, want het is natuurlijk ook wel heel gevoelig misschien wel voor inbraak. Of... Nou, die glasplaten zijn zo ontzettend groot en die hangen zo schuin boven je hoofd. Dus ik heb nagedacht, ik denk de kwajongen die daar een steen tegen haar durft te gooien, die krijgt van mij zo'n bonbon. Want dat is echt knap. Die blijft ook meteen liggen inderdaad, die komt dan nooit meer weg. Die overleeft het niet. Wanneer moet dit allemaal gerealiseerd zijn? Wanneer kunnen we slapen in het Piet Hein Eek Hotel en genieten van de kunst? Als het allemaal lukt, dan is het dan is dus eerst het een aan het andere, want je moet het er zit een volgorde in. Ja. Dus dit wil ik volgend jaar Design Week klaar hebben, dus 2018, en dan het hotel in 2019. Design Week is altijd voor ons een beetje verjaardag van alles, dus we voegen daar elke keer iets aan toe. Dus. Ja, maar als we nou even een kijkje mogen nemen in jouw brein, hè? Want je zit altijd vol ideeën, er gebeurt altijd wel weer iets nieuws, en toch oog je altijd vrij relaxed en rustig. Wat is nou jouw geheim dat je zo veelzijdig kunt zijn, succesvol en niet overspannen raakt zoals de meeste mensen? Ja, het belangrijkste is dat ik het doe wat ik heel leuk vind. Dat scheelt een hele hoop energie. En ik doe ook wel wat kan. Dus ik ga nooit, ik heb nooit een plan. We hebben eigenlijk, onze economie is heel erg bedacht op het feit dat je de toekomst voorspelt en dan een idee bedenkt en dat dan gaat realiseren. En als het dan lukt, dan kom je bij wijze van spreken in de krant. En de rest van de krant is gevuld dat het niet lukt. Ja. Het is dus heel bijzonder als je een doel hebt wat je ook lukt om het te bereiken. En ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel doelen. Ik denk gewoon leuk, dat komt vrij
En dan krijg ik dat station tot mijn beschikking. Maar dan moet ik wel iets leuks mee bedenken. En op een gegeven moment denk ik, oh, dat kan wel een galerie worden. Dus als het vanzelf gaat, als het licht op groen staat, dan moet je dat doen. Ja. En als je op vakantie gaat en je rijdt ergens en de weg is versperd en je wil naar Rome. En je gaat naar Milaan, is ook leuk. Maar de meeste mensen denken, nou ja, God zal hem machtig, ik wil echt naar Rome. En die staan daar gewoon 24 uur in de file, want dat was het plan. Ja. Maar je moet dus niet altijd te krampachtig omgaan met hoe de werkelijkheid zich op je afkomt. En je moet vooral niet al te veel energie stoppen in het voorspellen van de toekomst. Want daar zijn we eigenlijk als mens zijnde waardeloos in. Dus okay. Zelfs het weer lukt nauwelijks. Dus, nee. Dus daarom heb jij ook niks met zo'n augmented reality. En dat kost allemaal ontzettend veel energie. Snap je? Eerst eens gaan nadenken van hoe zal het dan zijn over een week is al moeilijk. Nou, laat staan over een paar jaar. En dan nog eens een keer een plan maken. En dan tegen heug en meug dat plan dan realiseren. Dat iedereen onderhand denkt, dat is fantastisch, het is hem gelukt. Omdat bijna niemand het lukt om een plan te realiseren. Ja. Nou, het is veel logischer om gewoon te doen wat een beetje makkelijk gaat. Ja, dus sommige... maar heb je wel een plan voor 2 jaar. Want de ene moet in 2018, de andere 2018. Ja, maar ja, we zien wel of het... Of het er komt. Ja, het normaal nee, het komt er omdat we er heel flexibel in zijn. Omdat het, ja. Want het moet ook nog gefinancierd worden. En dan denk ik, nou, als dat niet lukt, dan doe ik het zo. Of dan als het niet lukt, dan doe ik het. Als het niet lukt met het geld anders. Omdat de bank niet wil. En die willen dan wel, maar dan voldoe je aan bepaalde ratio's niet. Mm-hmm. En meestal kan ik daar nog wel iets voor bedenken. Maar als dat dan ook niet lukt, dan moet je weer iemand bellen en zeggen van, goh, wil jij dan niet daar iets instoppen? En dan uiteindelijk, dan links of rechtsom, dan gebeurt het wel. Maar je moet niet denken. Maar jij lift heel erg mee, zeg maar, met wat er gebeurt. En daar pas je je project op aan. Want we hebben eigenlijk geen tijd meer, maar IKEA. Je hebt samenwerking met IKEA. Dit jaar is een pre-collectie eigenlijk van jou gelanceerd. Volgend jaar komt een hele uitgebreide collectie van theedoeken tot meubels, noem maar op. Piet Hein Eek was altijd iets exclusief. Je wordt nu ook een beetje voor de massa. Die vraag krijg ik wel meer natuurlijk. Alsof dat niet zou kunnen trouwens. Maar wij zijn altijd bezig om binnen onze mogelijkheden een zo betaalbaar mogelijk product te maken. En dat kan haast niet, want het is en in Nederland en we maken hele kleine aantallen. Nou ja, dan is het per definitie best kostbaar. Ja. En toch is het elke dag weer een wedstrijd om het betaalbaar te krijgen. Maar de grote overeenkomst tussen IKEA en wat wij doen is dat ze als bedrijf van idee tot en met de consument nadenken. En dat hele proces is eigenlijk het proces waar je mee bezig bent. Daarom vind ik het allemaal zo leuk. Dat proces is leuk. De uitkomst maakt niet zoveel uit. Maar gewoon, het is gewoon, als iets misgaat en je bedenkt iets en de keer erop doe je het weer beter, dan is dat gewoon heel erg leuk. Dus hoe meer je ook bij elkaar houdt, hoe beter dat gaat. En zij hebben precies diezelfde mentaliteit. Dus ze hebben het over theedoeken. En dan denk ik, ja, als je elkaar geweven, hartstikke chic in Rusland. En denk, nou ga ik een tekening maken met de hand. En die weven we dan op een machine die bloemetjes kan maken. Hele, hele mooie patronen. Maar het zijn eigenlijk mislukte kindertekeningen die een hele chique weefmachine maakt. En dan zijn ze het allemaal hele imperfecte theedoek. Ja, en dat is ongelooflijk leuk om te doen. Ja. Dus dan krijg je enorm veel, of glas, hè, persglas, nou miljoenen. En die zijn allemaal niet rond. Dat vind ik zelf superleuk. Dus er komt allemaal glas wat een beetje mislukt is. Ja. Dus nou, normaal is alles perfect. En daar maken we gewoon miljoenen glazen die gewoon, ja, allemaal dat je dan kijkt, denk, ja, dit is toch eigenlijk niet zoals het hoort, weet je wel. Maar dat maakt het dan weer heel erg. Ja, dat is het hele thema wat ik daar een beetje loop uit te diepen. Oké, dan Brabant, je zit in Eindhoven, je komt er van origine niet vandaan. Wat houdt jou hier in Eindhoven? Nou, ik ben dus een maker van mezelf. We zijn ook hier gaan produceren. Daar heb je ruimte voor nodig en heb je mensen voor nodig. En ik maakte vroeger altijd als grap, als het mooi weer is, dan liggen ze in Amsterdam in het Vondelpark in plaats van dat ze kasten lopen te maken. En daar verdien je geld met praten, hier met maken. Dus de hele economie is hier gericht op het feit dat er mensen aan het werk zijn en dat er ook toeleveranciers zijn, dat er ook ingenieurs zijn, techniekers. Ja. Dus voor mij is het een ideale omgeving om logisch om hier te zitten. En ook leuk.